Zo mensen, ik ben serieus bezig met de upgrading van CycleTV. Ik heet jullie allemaal welkom weer op een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Dimitri Remus. Ik ben aan de laptop bezig. Alles is naar de goede kant aan het lopen, dus daar ben ik wel echt heel blij om. Alleen moeten er nog een paar programma's nog opgestart worden. Het muziekuren zijn erbij aan het komen. Ik zit al op 40 uur, nu op 41 uur, 42 uur, 43 uur, 44 uur. Dat ik kan muziek laten afspelen op mijn livestream, wat er binnenkort gaat aankomen. Ja, binnenkort zal wel hoogstwaarschijnlijk vandaag of al morgen zijn. En ik ga ook sowieso al één ding al lossen. Dat ik nu jullie niet ga laten want mijn schatje belt. De sandwiches liggen nog altijd in mijn auto. Ik weet het, ik moet die er vandaag echt uithalen, want vandaag gaan we hotdogs eten. Ik ben nu onderweg naar mijn schatje haar thuis toe. Jullie hebben het misschien wel al gemerkt dat er een livestream aan de gaande is van Free Copyright Music. Dus ik zal zeggen, ga daar maar eens naartoe. Luister het maar eens. Soms komen er ook wel heel mooie liedjes in te pas. Ik ga je één ding zeggen, het staat allemaal in de beschrijving. En het is hier ontzettend druk. Kom aan, steek over. Daar kan ik ook mee oversteken. Ja, oké. Hup, en dan nu hup. Invoegen. Kom aan. Hup. Geen schrik hebben. Hup. Invoegen. Allee. En dan zien ze dat de anderen groen hebben, dan remmen ze nog. Hè. Dus ik ga nu eerst sowieso naar mijn schatje thuis toe. Dan moet ik Google Docs nog gauw installeren voor op het thuis. Want ik heb daar zelfs een vergadering op. Dus via teleonthaal. Dus ik hoop dat ik echt rond geraakt. En dan moet ik ook nog naar hem. Moet ik haar mama nog ophalen. Haar thuis doen. Ik heb het echt even op amper 2 uur tijd. Heb ik het heel druk. Echt waar, dan heb ik het echt heel druk. Dus ik ga jullie nu laten. Ik ben nu aan het concentreren op de baan toe. Ik ben nu richting Bea toe, dat wil ik zeggen. En dan naar mama toe, noem maar op. En dan is zelfs ook videocall dus met Robertus. Yeah. En Ravelijn, ik mis jullie. Ik mis jullie echt ontzettend met deze coronatijden. Maar er gaat sowieso al ooit een kantelpunt komen dat ik terug bij jullie ben. Allee. Ja, die rijdt juist zo goed dat je niet voorbij kunt steken. Rijdt 90 waar je 120 moet. Langs en een auto die ook 90 rijdt. Ja. En zo verlies ik tijd. Tijd. Allee, tot s'avonds. Zo, hier in de stad Hasselt aangekomen. Even naar de postkantoor gaan. Natuurlijk altijd uit de kijkje. Hou naar Gastie op. Maar geen teken. Allee. Maar ja, maakt niet uit. Dus ik ben nu naar de postkantoor toe. Ik heb een aangetekende brief, dus ik heb die even opgehaald. Ja mensen, ik ben hier weer al buiten de postkantoor. En je ziet, ik heb hem nog altijd. Het ligt godmiljarden onder G. Hier niet in Hasselt, maar wel in Walen. Waarom? Schrijven ze dan op een papier. En u zal uw aangetekende zending klaar liggen in postkantoor Hasselt Centrum, Maastrichterstraat 49 3500 Hasselt, beschikbaar vanaf 29:10:20 om 11 uur tot en met 12:11:20 volgens de openingsuren. Maar dan zijn die openingsuren ook allemaal fout. Dus
een foute adres. Ik heb hier fucking hell geld weer moeten betalen om te parkeren voor niets. Allee. Maar mensen, ik ga dus nu richting Wellen. Ik moet mijn GPS ook nog instellen. En dan komt het wel allemaal goed. Tot ziens. Sorry dat het zo wat winderig is. Ja, ik zit hier op een heide. En waarom sta ik hier zo alleen? Ik ben dus hier ook eens rond aan het kijken. Als hier, ja, kastje of zo rondloopt. Maar die kans is wel heel klein. Maar elke kans is er. Ik ben nu de andere kant van de heide af aan het lopen. En ik zie totaal niks. Ja, want dit is hier echt een hele grote heide. Hier kun je ook soms wel eens verongelukken, want ik ga het u ook eens laten zien. Ik sta hier op deze punt, kijk eens hoe diep dat die punt is daar van onder. Dit is hoe hoog dat ik hier sta. Ah. Je ziet hoeveel moeite dat ik ook nog doe voor een vermiste, ja, toch collega. Omdat hij ook met YouTube bezig is, ik zal het zo zeggen. Maar er zijn zoveel kleine weesjes, hè. Ik ga hier ook nog eens kijken. Ik zie hier ook niks liggen, daar niet. Het is echt zoeken in een hooiberg, hoor. Hier. Ik ga daar ginder is ook nog een kleine afgrond. Ik ga tot daar eens wandelen. Ik hoop dat daar resultaten uitkomen. Kom aan, Dimi. Ook niks. Dan ga ik gewoon hier ook die berg af. Holy shit. En ik ben onder. Wow. Oké, ik ben onder. Dus ik ga nu de voettocht verder zetten richting mijn wagen. Maar ik zie hier echt niks. Je ziet, ik zet mijn wagen gewoon, als ik echt een heel stuk groot grond zie, zet ik mijn wagen ook neer en ga ik eens even rondloeren. Wat ik wel zie is afval. In de natuur! Allee mannetjes! Dat moet je toch niet doen? Nee. Hier is het ook helemaal clean. Nee, niemand te zien hier. En je ziet heel gunnen van achter, daar staat mijn boeleke. Allee. Dan ga ik eens maar eens richting naar mijn moeke toe. Want die woont hier ook heel dichtbij. En dan, ja, zelfs weer halen na het eten. Ja, meer kunnen we niet doen. Ja, meer kan ik niet doen. Ik heb opnieuw eens een rondje gewandeld. Niet nu niet eens bij mijn thuis. Wel nu in Boksberg Heide. Maar jammer genoeg zonder resultaten. Come on! Mensen, blijf heel veel wandelen. Dat is een tip wat ik u geef. Blijf heel, heel, heel veel wandelen. Kijk op de uitkijk. Pak de snoots op uw gsm meter affiche. Laat het aan de mensen zien. Dat is de tip wat ik jullie kan geven. Ja. Ik heb mijn rondje in de Sirius gedaan. Maar jammer genoeg, zonder resultaat. Hoi kijkers van Psycho TV. Sorry dat ik mijn vlog gisteren niet heb geüpload. Dus deze, de vlog van gisteren. Dus daarom zijn er ook vandaag twee vlogs online gekomen.
mijn schatje zit hier ook al langs mij, dus die heeft dat ook laten bevestigen. Kijk maar. Hallo. Ze heeft een bevestiging gedaan in de Discord. En ik heb het ontzettend warm. Hoho. Hier is het echt een auto om te zweten. En schatje, wat heb jij nog vandaag allemaal gedaan? Vertel dat eens. In de voormiddag naar het dagcentrum gegaan. Ja. Dan ben ik naar huis gegaan, naar het dagcentrum. Dan heb ik mijn koffer gepakt. Oh, ik dacht dat ik ging oprijden. Ja. Oh, die zicht van mij, hè. Dat is zo onkend. Hoe zeg je dat? Ik weet niet wat ik wil. Onbegrijpelijk. Ah, onbegrijpelijk, soms. Ja. Soms, want ja. Ik kan dan soms niet eens gaan om een auto opschiet of niet. Ah, oké. Okay. Maar jij hebt dat ook soms, hè, dat je het soms niet weet of die oprijdt of niet, hè? Ik denk dat daar veel mensen dat hebben. Ja. Maar wat heb ik dan nog gedaan? Ik ben dan mijn koffer gaan maken thuis voor bij jou. En dan ben ik met jou naar mijn mama gegaan bij de winkel om haar daar weg te halen. En daar heb je dan ook, dan ga ik even haar onderbreken. Dan heb ik daar, tijdens dat zij naar haar mama toe was in de winkel, heb ik naar op het thuis gebeld. Ja, was er een videocall van op het thuis. En dan in 800 meters. Ja. At the roundabout. Turn left. Oké, okay, ja, dat was dus de GPS. Die is ons naar huis aan het loodsen. We willen gewoon weten hoe laat we thuis waren bij deze. Ik zie jullie allemaal morgen terug, fris en wel, want we gaan s'avonds naar familie kijken, naar Enzo Knol kijken. En dan is er al wat tijd om richting de bedje te gaan. Yeah. Ah, en dan de mask. Ja, de mask, die moeten we niet vergeten. Ik wil die echt zien. Ja, die wil ik ook echt zien. In 200 meters. At the roundabout. Turn left. Dankjewel, GPS, om dat nog eens tussen ons door te lullen. Hoe zeg je dat? Blaren? Ja. Blaren? Ja. What the fuck, dat heb je nog nooit gehoord. At the roundabout. Turn left. Als er iemand tussen door blijft. Ah, zo okay. Bijvoorbeeld dan, ja. Ja. Zo even er tussenin komt. Ja. Ja. En nu gaat die GPS op trek weer iets zeggen. Ah nee, toch niet. Oef, ja. Zeg kijkers, ik heb jullie wel gemist door. Ja, eigenlijk wel, want ik kom niet meer zoveel bij jou in de vlog. Dat is ook weer waar, maar bij deze, kijk eens, ze is er terug bij. Er is nog altijd geen relatiebreuk. Nee. Daarvoor heb ik haar te veel te graag, mensen, dus ik laat haar niet vallen. Ouch. Je bent gewoon nog gelukkig met mij, maar je geeft dat gewoon niet te eerlijk toe aan de mensen. Ik zie dat aan u. Ik ben echt heel gelukkig met haar, ja, dat klopt, schat. Ik ben echt heel gelukkig met jou. En jij? Oh. Dus eigenlijk moeten we zo doen. Maar dan mag ik eigenlijk niet eens trainen. Nee, en dan gewoon kusje even trekken en dan trek terug uit de baan kijken. Oh, een leuk. Wat zegt uw buik? Is hem weer aan het knoppen of aan het steken? Die heeft gewoon zeer. Okay. Nee. Komt, ik heb de prikpillen niet gehad. Ja. En vrouwen krijgen soms een rode zee. Hè? Zou je dat zo netjes zeggen? Of de rode vlag. Of de rode vlag, dat klopt. Maar ik voel die pijn nog, ondanks dat ik de prikpil heb. Ah, oké. Okay. Die pijn blijft gevoelen. Oké. Okay. En dan komt dat zo in één keer op en dan is het weer weg voor een tijdje. Dan kom ik weer op met zo'n paar dagen na elkaar dat ik die pijn voel en dan is het weer weg voor een tijdje. Dat is wel stom. Dat is voor de maanstonden.
Ja, daar heb ik het ook over. Maar als ik echt mijn maandstand zou krijgen, zou het niet daarover gaan, dan ben ik echt nog chagrijniger. En dan heb ik echt pijn en dan kan ik mij niet beheersen. En dan zei ik u, kijkers, dan durf ik even in haar buurt te komen. In 800 meters, at the roundabout, turn right. Oké, GPS, dat gaan we ook doen. Mijn schat. Ja, en waarom staat het door in het Engels en niet in het Nederlands? Omdat ik terug de bedmobiel erin heb kunnen pleuren. Maar ik heb liever Nederlands, dan kan ik ook verstaan welke kant ik op moet. Ah, ja, maar als je de bedmobiel wou hebben, die is geldig tot en met 31 oktober. Dus als je... Ik vind dat zo goed. In 200 meters, at the roundabout, turn right. Dus mensen, als jullie ook Waze hebben, en vandaag is dus... At the roundabout, turn right. Dus als jullie de bedmobiel en ook deze bedmobiel geluid willen hebben, kunnen die nog altijd downloaden. Dan is dat, dus wanneer die vlog, dus deze vlog online komt, is deze nog beschikbaar. Nog de ganse dag van de 31 oktober nog. Ik ga het zo zeggen. En daarna kunt je de bedmobiel niet meer gebruiken. Want dat was een eenmalige promotie bij Waze. De GPS. Ja. Dus mensen, ik heb nu genoeg geluld. Ik ga nu bij deze afsluiten. Maar sorry als ik het nog een keer ga herhalen. Ik blijf het elke dag nu herhalen in mijn vlog. Alsjeblieft, sta op de uitkijk voor Castiop. Bij deze, als je iets hebt gezien, ik blijf ook de nummers herhalen. Bel naar Shalt Focus 116-3x0. 116-3x0. Of bel naar de politie. Je kunt zowel anoniem bellen als gewoon uw naam doorgeven op de nummer 0800 30 300. Toch wel dat ik die nummers van buiten ken, hè, schat? Ja. Dus bij deze ga ik jullie dan ook laten. Vergeet niet een blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet hieronder zeker niet te abonneren en op het belletje te drukken. Dan blijven jullie op de hoogte wanneer een video online komt. Ja. Bij deze, heel veel bedankt, schat, dat je mij een outro hebt gedaan. Dat is graag gedaan. En dan ben ik niet boos omdat zij dat heeft gedaan, mensen. Nee. Ze mocht van mij. Oh, dat hoor ik ook graag, haar lachje. En dat hoor je ook, ja, graag. Wat dan? Ja. Oh, mijn getalleken is weg. Oh. Ja, mijn getal, onthoud dat goed, is 1337, ofwel 1337. Dat is mijn lievelingsgetal. Bij deze. Average speed check zone ahead. Dankjewel. Waarom heb je zo'n grote lievelingsgetal? Waarom dat ik zo'n omhoog van dat je die lievelingsgetal, als je die ook omdraait op een rekenmachineke, dan krijg je het woord lead. En lead betekent professional of professioneel. Ah. Dus wil ik een professionele speler. Of ja, ik was een professionele speler bij Trackmania. En ik was ook een professionele manager van Cyberledger. Entering average speed check zone. Maar je weet toch dat de podcast die aan het opnemen is? Ja, dat weet ik. Dan heb ik... Dat wil ik ook nog even toevoegen aan mijn vlog. Mijn teams waar ik heb gehad. Ik heb dus een EBA gezeten. Daar was ik ook clanleader van. Dan EA. Daar was ik ook clanleader van. Dan waren dat allemaal zo aan de beginjaren toen dat zo online gebeuren. En dan begon ik wel serieus. Dan was het evolution.esports, dus elektronische sports. Maar daar waren wat stroepelingsjes. En dan is het Cyber Legends geworden.
En tijdens CyberLedge ben ik zelf nog overgestapt naar Defuscus als manager. En dan terug naar CyberLegends. En dan uiteindelijk... In 800 meters, turn left. Dan uiteindelijk ben ik bij IGN Esports terechtgekomen. Daar heb ik ook 4 jaar voor gespeeld. En nu ben ik bezig met PsychoTV. Al letterlijke jaren bij deze. Dus heel veel bedankt om naar te kijken om deze kleine toevoeging en ook naar mijn clan teams te horen, mijn ex-clan teams. Ik vind het alleen jammer dat IGN Esports niet meer bestaat. Als iemand mijn vlog kijkt en is ook een member van... In 200 meters, turn left. Is ook member van IGN Esports geweest en zeg je van ja, we missen wel elkaar, wel PM'en dan en we spreken nog wel eens af. Wel, na de coronatijden. Turn left. Dat moet ik wel eerlijk toegeven. Na de coronatijden wil ik terug beginnen afspreken ook met mijn fans. En ik, jij ook? Ja. Oké. Dus er staat nog redelijk wat te gebeuren bij PsychoTV. Dus dat ik ook naar fans naartoe wil komen. Maar nu nog niet. Allee, zie jullie allemaal morgen terug. Ciao. Ja.